Hij is de meest omstreden politicus van dit moment en wordt door tegenstanders een van de belangrijkste verspreiders van nepnieuws en complottheorieën genoemd. Thierry Baudet wordt onderuitgehaald om Twitterberichten over de Holocaust en om uitspraken over vrouwen, minderheden en recent nog president Poetin. Die noemde hij aan de vooravond van de Oekraïneoorlog een prachtvent. Ook in zijn partij, en dan in het bijzonder bij de jongerenafdeling, is het onrustig. Zo gaan er geregeld extreemrechtse berichten rond op de WhatsApp-groep van de beweging. Zijn partij is voor de laatste landelijke verkiezingen gesplitst, waarbij kopstukken zijn opgestapt. Hij is geïsoleerd in het parlement en de media weigeren steeds vaker met hem in gesprek te gaan. En toch blijft hij populair bij zijn volgelingen. Zeitgeist sprak met hem. Ja, jammer hè, dat ik steeds zo de enige moet zijn, de roepende in de woestijn. Ik vraag me dat ook wel eens af, waarom dat eigenlijk is. Ik kan niet zeggen dat het nou allemaal onzin is wat ik heb gezegd. Ik heb op heel veel punten gelijk gekregen. Als we doorgaan op het pad van Oekraïne naar de EU en naar de NAVO trekken, want dat is gewoon wat er gebeurd is de afgelopen jaren, dan krijg je een oorlog en bij die oorlog zullen er alleen maar verliezers zijn. Het is een oorlog die te voorkomen was geweest, die makkelijk te voorkomen was geweest. Het enige wat Rusland wilde was veiligheidsgaranties dat Oekraïne niet bij de NAVO zou komen, dat er geen westerse Amerikaanse raketten op de grens daar met Rusland zouden komen. En dat Oekraïne niet bij de EU zou komen en daarmee de band met Rusland zou beëindigen. Ja, dat is in de realpolitiek, in de wereld zoals die is, iets waar je met elkaar om de tafel gaat. En in plaats daarvan heeft het Westen, dus de EU, de NAVO, Amerika, met hun kop tegen de muur lopen beuken. Nee, we gaan gewoon door, niks mee te maken. Ja, en op een gegeven moment slaat de vlam in de pan en nu zitten huilen, tranen met tuiten natuurlijk, verschrikkelijk. Rusland heeft gezegd, voor ons is een Oekraïne in de NAVO en in de EU onacceptabel. Nou, dan kan je dus twee dingen doen. Dan kan je zeggen, niks mee te maken, we gaan gewoon door. Nou, dat is ook wat Macron zegt. Die zegt dan, laten we vredesonderhandelingen voeren waarbij alles op tafel ligt. Ja, Rusland zegt, nee, want dat is voor ons onacceptabel, punt. En daar kun je van alles van vinden, maar het is het geval in de wereld. Nou, we hebben nu een oorlog. En die oorlog die zijn we aan het escaleren. Het wordt een steeds heftigere oorlog, een steeds grotere oorlog. En volgens mij is dat niet de manier om in het leven de boel een beetje bij elkaar te houden. En er is natuurlijk helemaal geen enkele belemmering voor Oekraïne om gewoon een normaal land te zijn. De Minsk-akkoorden had het ook moeten respecteren. Dat wil zeggen dus federaliseren. Want kijk, Oekraïne is in feite minimaal twee landen. De helft is eigenlijk Russisch, de andere helft is eigenlijk heel erg anti-Russisch. Heel complex. Nou, wat afgesproken is in 2015, is om die regio's hun eigen zelfbeschikking zoveel mogelijk te geven. Hun eigen taalrechten. Dat heeft Oekraïne niet gedaan. In 2014 hebben de Amerikanen een coup gepleegd. En de regering in Oekraïne is een pro-Amerikaanse puppet-regering, die in feite bestuurd wordt door de CIA. En die hebben de oostelijke bevolking gebombardeerd, hebben een drinkwaterblokkade ingesteld tegen de Russische bevolking, hebben clustermunitie, burgerslachtoffers, 8 jaar lang verschrikkelijk oorlogsgebied geweest. En nu inderdaad is het dan een internationaal conflict geworden, maar het is absoluut niet zo. Kijk, wat er wordt gedaan, alsof in Oekraïne, daar heb je alleen maar meisjes die bloemetjes plukken. Dan heb je het absolute kwaad, dat is Rusland. En dan heb je het Westen, dat is een soort James Bond. Ik weet niet waarom ik nou elke keer degene ben die het hoofd koel houdt en die zegt, jongens, doe dit nou anders. Maar ja, we leven in een tijd van hysterie en van mensen met hele rare waanideeën. Prachtvent heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd prachtige vent in een ironische tweet voordat dit gebeurde. Hè. Dus dat wil ik even rechtzetten. Dat is een van de dingen die mijn ergernissen, waar ik maar niet aan wen sinds ik in de politiek zit, dat is dat alle stijlfiguren, normale stijlfiguren, prachtvent, geweldige kerel, verschrikkelijk, het allerergste dat ik ooit heb meegemaakt, ik noem het allemaal op, alle overdrijvingen of understatements worden platgeslagen. Ik kan er maar niet aan wennen dat ze altijd doen alsof ze je niet begrijpen. En dan één woordje pakken en dat dan opblazen en dan is dat het standpunt. Dat is natuurlijk
Zo werkt de wereld niet, zo werkt menselijke communicatie op geen enkele manier. Maar er is een soort nationale hobby van journalisten en politieke tegenstanders om dan te doen alsof... Dus dat wil ik als eerste rechtzetten. Ik idealiseer Poetin absoluut niet en ik idealiseer Rusland ook niet. Ik denk dat Poetin een geslepen dictator is. Ik denk wel dat hij een aantal dingen heeft gedaan voor Rusland die heel goed zijn. En ik denk dat hij over het algemeen realpolitiek wil. Wij hebben een soort idee vanuit het Westen, een soort revolutionaire geest. Wij gaan overal wel eventjes... wij snappen allemaal hoe het zit, weet je wel. We hebben zo'n ongelofelijke domheid. Gebrek aan historisch besef. Gebrek aan zicht op de uiterst complexe etnische en religieuze en culturele en familie- en tribale verbanden die in de wereld bestaan en die landen heel complex maken en die conflicten heel complex maken. Het gaat hen niet om waarheidsvinding. Het gaat hen helemaal niet om wat ik heb bedoeld. Ook, dan hadden ze ook die opmerking over prachtige vent, hadden ze in een context geplaatst over Poetin. Ik heb niet gezegd, ik vind Poetin een prachtvent. Ik heb gezegd in een context van prachtige vent, als een soort borreltafel, als een soort uitsmijt, prachtige vent. Weet je zo, dat is een normale stijlfiguur. Hoe bedoel je dat? Elk mens begrijpt, dat kun je vragen. Wat ik bedoelde met... Hoe bedoelde je die prachtvent dan? Nou, om het te contrasteren met twee dingen. Met ten eerste met de visie op in het Westen op hem. Dus laten we nou eens even tegenwicht bieden. En ten tweede als een evidente overdrijving. Want als je de rest van die tweet leest, dan zie je dat het een reactie is op een andere tweet. Waarin Poetin weer helemaal wordt afgezeken. En dan zeg ik, maar wacht eens even, we kunnen ook dit en dat tegenoverstellen. Dus dat is een heel normaal iets in de context van wat er een discussie is. En als je media had die te goeder trouw waren. Iedereen die die tweet leest, misschien kunnen we hem zo meteen in beeld brengen. Die snapt meteen de context. Meteen, oh, dat bedoelt hij. Oké, klaar. Maar omdat je uit de context, dat ene term, pracht... grote krantenkop, en dan denken mensen, oh, hij heeft toch de prachtige vent genoemd. Jezus, zo gaat het. Dus mensen, het is gewoon echt te kwader trouw, het ophitsen van mensen met een uit de context gehaald quoteje. En, maar ja, je weet... Ja, de vraag heb je al gesteld. Ik weiger me daaraan te conformeren, omdat dat het einde van de menselijke vrijheid zou betekenen. Als wij niet meer op een normale manier mogen communiceren, en de twee belangrijkste stijlfiguren die in de menselijke communicatie worden gebruikt, namelijk de understatement en de overdrijving, niet meer mogen gebruiken, dan zijn wij in feite een samenleving geworden van slaven. Waarom lees ik me wel in en waarom doen papagaaien de andere mensen alleen maar het hoofdcommentaar van NRC Handelsblad na? Want dat is wat die mensen allemaal doen. Die kijken naar NOS, die lezen NRC. En dat herkauwen ze dan. En dat is hun standpunt. Weet je? Dan denken ze, er stond de NRC Handelsblad. Ja, dat is heel eenzijdig en kortzichtig. Maar misschien was ik ook wel zo, voordat ik het pad ging, wat het pad van mijn leven is geworden. Namelijk op allerlei punten, in eerste instantie de euromunt, de immigratie, later corona, nog een paar dingen, klimaat. Dat ik gewoon steeds verder mijn eigen pad ben gaan verkennen en daardoor nieuwsgierig ben geworden. Dat ik steeds denk van, ah, maar wacht, wat is er nog meer aan de hand? Ik zie het vooral een psychologische vraag. Dus wat speelt er zich af in de hoofdjes van mensen dat ze dus keer op keer totaal verkeerd worden voorgelicht en ingelicht, maar toch maar weer die media blijven geloven? Ik weet het niet. Maar ik denk dat ik inmiddels een aardige track record heb. Ik krijg elke keer gelijk. Elke keer zeg ik het, jongens, dit gaat mis. Klimaat. Dit kost 1000 miljard. Energierekening wordt onbetaalbaar. Heb je nog naar je energierekening gekeken deze maand? 2 jaar geleden was het, ja, Baudet, heb je hem weer. En we gaan geld verdienen met die windmolens. En hij snapt het niet. Ja, ik snap het wel. Ik had gewoon gelijk. Klimaatplannen zijn onbetaalbaar. De euromunt, hetzelfde verhaal. Corona hebben we nog niet over gehad, maar hetzelfde verhaal. Ik heb gewoon op elk punt gelijk gekregen. Dus ja, wat het is, ik weet het niet. Ik ben het niet met alles wat iedereen in mijn achterban zegt eens. Als je dat bedoelt, nee, natuurlijk niet. Ik ben het zelfs niet altijd eens met alles wat mensen in mijn partij zeggen. Ik storm me niet zo meer aan die benamingen en al die pogingen om
Met een labeltje en met een woordje dingen af te doen. Ja. Daar ben ik, dat punt ben ik voorbij. Ik ben ook helemaal niet meer zo bezig met... Als ik de hele dag bezig was met wat anderen van me vinden, dan zou ik heel ongelukkig worden. Zou ik heel nerveus worden. Al die tijd, misschien is dat het wel. Misschien is dat wel de verklaring waarom wij het elke keer goed hebben en de rest niet. Al die tijd die zij bezig zijn met elkaar, zijn wij gewoon bezig met de inhoud. Wij gaan meedoen in 50 gemeenten. Dat is best heel erg veel. We hebben ook een enorm selectieproces gehad. We hebben fantastische mensen op lijsten mogen plaatsen. En ja, ik hoop dat er plekken komen in Nederland, misschien niet in al die 50 gemeenten, maar een aantal, waar we zo'n grote support kunnen verwerven, dat we echt iets kunnen gaan doen. De afgelopen 2 jaar is er een enorm bewustwordingsproces bij heel veel mensen geweest in Nederland. En dat betekent dat mensen van een beetje alle politieke gezindten tot een dieper inzicht kunnen zijn gekomen. Dus ik zal niet zeggen dat wij politieke veteranen in onze... We houden juist ook van een beetje gewone mensen uit de praktijk en niet politici erbij te hebben. Maar het zijn wel mensen die komen van alle partijen eigenlijk. Een heel belangrijk element van Forum is de beweging. Dus je hebt zeg maar de politiek en je hebt de maatschappelijke beweging. En wat wij willen gaan doen is scholen oprichten, maar ook misschien sportverenigingen. We willen misschien een woningcorporatie gaan opzetten. We willen op alle mogelijke manieren mensen maatschappelijk en dus ook fysiek in een werkelijk bestaande ruimte bij elkaar brengen. En dat kan natuurlijk heel goed vanuit de gemeente. Dus ik zie het als bruggenhoofden. We hebben dan straks, misschien een enkele gemeente kunnen we gaan meebesturen, maar de meeste zullen we een aantal zetels krijgen in de raad. En vanuit die zetels kunnen we ergens een clubhuis starten en een sportveld beginnen en een schooltje en een bridgeclub en een toneelvereniging. En zo gaan we langzaam maar zeker onze zeil bouwen. Ik ben realistisch genoeg om in te zien dat je hebt gewoon de helft plus één nodig. En de helft plus één zullen we niet heel gauw krijgen. Dus we moeten onze politieke doelen bescheiden hebben. Het is toch niet zo dat er iemand een zinvolle baan heeft in de Kamer die betrekking heeft op regeringsbeleid. Dat is toch helemaal niet zo. Het zijn acteurs. Het beleid wordt niet gemaakt in de Kamer. Dacht je daadwerkelijk dat het beleid werd gemaakt in de Kamer? Ja. Echt waar? Ja. Dat is niet zo. Het beleid wordt... Wordt gemaakt. Nee, het wordt gemaakt op het internationaal niveau en het wordt uitgewerkt door de ambtenaren en vervolgens wordt het opgelepeld door de ministers. En het is denk ik heel belangrijk dat we dit gewoon eens gaan zeggen. Dat we niet meer meedoen met dit. Het is zo belachelijk allemaal. Je denkt toch niet dat het toevallig is dat in al die landen op hetzelfde moment lockdowns werden ingesteld, dezelfde QR-codes, dezelfde vaccinaties en op hetzelfde moment het allemaal weer voorbij was. Het is toch niet toevallig dat al die landen allemaal immigratiebeleid hebben gehad. Allemaal immigratie, allemaal alle grenzen open. Het is toch niet toevallig dat ze nu allemaal 100% voor Oekraïne gaan. Dat is toch niet toevallig. Het is niet zo dat er allemaal onafhankelijk denkende individuen in al die landen zijn. Dan was er op zijn minst één land geweest dat het anders had gedaan. Wij worden helemaal niet bestuurd vanuit de nationale regeringen. Dus dat is fake. Dus het is theater. Ik zet de Holocaust tussen aanhalingstekens omdat het een citaat was. Een citaat van de NOS die... En dat was in... wanneer was dat eigenlijk? Dat was een half jaar geleden of zo, 3/4 jaar geleden. Ik heb toen gezegd, ik heb het niet gehad over de Holocaust. Omdat zij dat woord gebruikte. Ja, ik vind dat niet... begrijp niet waarom dat niet zou mogen. Of niet zo goed zou zijn. Als ik mensen citeer, zet ik het altijd tussen aanhalingstekens. Je moet niets van wat mensen zeggen... letterlijk nemen. Alles vergängliche is nur ein Gleichnis, zegt Goethe in het eind van de Tweede Faust. Alles wat in de wereld gebeurt is een weerspiegeling van een gedachte in een context. En dat is menselijke communicatie, dat is menselijke vrijheid. En dat is in ieder geval wat in het Westen tot ontplooiing is gekomen. En we zijn bezig omdat onder druk van de terreur van de media en de angst om populair gevonden te worden, leuk gevonden te worden, allemaal weg te snijden. Uit ons bestaan. De
Het is een internationale staatsgreep geweest, een coup, machtsgreep. De statistische cijfers van hoeveel mensen zijn er overleden, die zien artsen niet. Artsen zien individuele patiënten. En artsen zijn ook over het algemeen helemaal niet opgeleid om data-analyse te doen van statistische data van mortaliteit. Dus die weten dat helemaal niet. En al die zogenaamde experts, praten protocollen na. Een arts ziet een patiënt binnenkomen. Een arts ziet dat iemand corona heeft. Ja. En die ziet ook dat een patiënt komt te overlijden. Die zien ook dat veel mensen op de IC terechtkwamen. Dat mensen fysieke klachten... Ik bedoel, dat je het landelijke beeld niet ziet... wil niet zeggen dat zij dit toch wel hebben ervaren. Nou, maar ik ontken ook... Ja, ik ontken ook niet dat er mensen ziek zijn geworden van corona. Maar artsen weten ook niet bijvoorbeeld wat voor medicijnen werken. Daar hebben ze helemaal geen idee van. Ze krijgen een protocol. Ze krijgen per fax krijgen ze gewoon dit. Ivermectine en hydroxychloroquine, de twee medicijnen die gewoon uitstekend werken tegen corona, binnen een paar dagen vanaf, zijn vanaf nu verboden. En al die artsen, dat is vanaf nu verboden. En iedereen doet het gewoon, het is klaar. Wat we hebben gedaan de afgelopen 2 jaar is zo ongelooflijk schadelijk geweest. Voor alles. Het is onvergeeflijk wat we hebben gedaan. Wat voor Thierry ontmoet ik over 5 jaar? ik hoop dat ik dan nog leef. Misschien wel een hele rustige boer die een tuintje heeft en zich verzoend heeft met de wereld. Geen angry young man meer. Maar misschien ook wel iemand die... Kijk, we moeten wonderen niet uitsluiten, hè? Maar misschien wel iemand die plots toch de Nederlandse bevolking heeft overtuigd. En het land heeft gered, heeft behoed als een soort Zwitserland, als een soort Israël, als een soort eiland, te midden van een algehele destructie. Dat kan ook. Dat de Nederlanders toch denken van, ja, maar ondanks alles wat ze zeggen, hij heeft gewoon gelijk. We moeten dit doen, dat kan ook. Dus de toekomst is open. Wil je meer zien? Ga dan naar Zeitgeist op YouTube. Abonneer je en volg ons om op de hoogte te blijven van de laatste filmpjes. Zeitgeist vertelt je het hele verhaal.